Hele goede morgen vanuit Termen in Oberwallis, 4 januari. En sinds eergisteren is het hier eindelijk weer winters geworden. We hadden sinds begin december eigenlijk continu sneeuw. Tot 50 centimeter lag er hier. Maar vlak voor die kerst kwam die warme lucht erin, veel wind, vochtige lucht. Toen is heel veel van die sneeuw, die vrij snel in december viel, is weer verdwenen. We hebben een hele tijd moeten teren op een oude laag sneeuw. En gelukkig, dan eergisteren kwam dat vanuit het zuiden die sneeuwval erin, ook wat warme lucht, eerst regen. Maar uiteindelijk ging dat s'avonds over in sneeuw, de temperatuur ging tot onder nul. En ook gisterochtend heeft het hier langere tijd gesneeuwd en ja, er ligt hier. 1000 meter, pak een beet, weer zo'n 20 centimeter hele mooie verse sneeuw. Temperatuur is niet meer boven nul gekomen. Ja, en als je dan achter mij kijkt, dat is de skyline van Roswald en daarachter Roodwald, de Waasenalp. Ja, daar ligt natuurlijk veel meer sneeuw. Daar is zo'n 30 tot 40 centimeter gevallen, hoger op 50 centimeter. Ja, daar ligt tussen de 80 en de 150 centimeter aan sneeuw. En nog veel meer sneeuw is er gevallen aan die zuidoostelijke kant. Opnieuw daar in Oost-Tirol, in Zuid-Tirol, maar ook in Carinthië. Die hebben echt vol geprofiteerd de afgelopen tijd van die Zuidstouwsneeuwval. En daar liggen record sneeuwhoogtes. Neerslag hoeveelheden van bijna 700 mm, waarvan een heel groot gedeelte dus in vaste vorm. Ja, dat geeft daar niet alleen hele mooie beelden, maar ook heel veel ongemakken. Het blijft in de Alpen winters. De komende week sowieso, temperaturen gaan nog wat verder naar beneden. En als het dan gaat opklaren, ook vannacht heeft het hier weer mooi opgeklaard, dan duikelt die temperatuur, vooral in die hogere dalen, die duikelt dan meteen die vrieskist in. En dan vriest het ook maar zo 15 tot 20 graden. En die keltenloggen, zoals de Gladalp en de Voentensee, maar ook in de Jura, daar kan het dan rustig 25 tot 30 graden gaan vriezen, mits het goed opklaart en niet te veel wind staat. En dan een mooi sneeuwdek natuurlijk. Dat geeft optimale omstandigheden voor uitstraling. En dan kan dat koude reservoir elke nacht verder afkoelen. Liefst natuurlijk hoge druk met vorst en nog heldere hemels. Maar dat zit er niet in. We hebben nog steeds te maken met een groot koude reservoir boven grote delen van West- en Midden-Europa en ook op Noord-Europa. Koude lucht zit daar gevangen tussen Atlantisch hoge druk en Noordwest-Russische hoge druk. En die kou kan eigenlijk geen kant op. En die zal ook de komende week blijven sudderen boven Europa. Alleen in de lage delen en met name in Nederland, daar wil het met die winter maar niet lukken. Het is net niet koud genoeg voor sneeuw, het is net niet koud genoeg voor vorst, voor ijsvorming. En dat heeft alles te maken met die lage druk. Lage druk is natuurlijk niet zo optimaal voor vrieskou. En vaak heb je dan ook nog te maken met veel bewolking, met wat vochtige lucht. Het is maar net waar het centrum van die lage druk ligt, waar die wind dan vandaan komt. Die is vaak aanlandig. En dan wil het gewoon niet lekker afkoelen. En die winter kan daar in die lagere delen en in die Benelux geen voet aan de grond vatten. Dat lukt natuurlijk wel in de hogere delen, de Duitse Middelgebergte, dus de Ardennen. En ook af en toe daar in het Zuid-Limburgse Heuvelland. Daar is het dan weer net koud genoeg voor sneeuw. En nu is het natuurlijk de vraag, gaat het dan uiteindelijk wel lukken met die winter in Nederland? We hadden al een paar keer in onze weerberichten aangekondigd dat het kantelpunt zo tussen de pakkenbeet 11, 12 januari zou gaan worden. Dan zien we bij Groenland een lage drukgebied ontstaan. En dat lage drukgebied dat zou in eerste instantie zo zuidelijk gaan afzakken richting de Noordzee. Maar de laatste modellen, dat is zo sinds een dag of twee, laten dus zien dat het lage drukgebied niet gaat afzakken. Het is eigenlijk dan een hoogtelaag, maar het gaat juist een meer oostelijke koers volgen. Nou, anderzijds, dat hoogtelaag, dat blokkeert ook de warmteaffectie van warme lucht aan de voorkant van een andere depressie die bij Newfoundland wordt gevormd. Waardoor die hoogdruk boven de Atlantische Oceaan zich niet goed kan profileren. Die combinatie, die zorgt ervoor dat we in plaats van met een koudere fase vanaf 12 januari te maken gaan krijgen met een zachtere fase. Een meer zonaal stromingspatroon. En dan krijgen we ook nog een hoger drukgebied wat daar gaat inschuiven. Ja, en dat is natuurlijk in ieder geval tijdelijk niet goed voor de winterse evolutie. En die koude verwachtingen die we hadden. We moeten dus constateren, hoe jammer dat ook is, dat het uiteindelijk pak een beet, zo rond 11, 12 januari, toch een stuk gaat verzachten. Het is nog niet helemaal zeker. Er zijn ook nog steeds oplossingen die juist een koude weertype
laten ontstaan met weer noordelijke winden. Dat er toch weer een hoger drukgebied zich gaat opwerpen op de Atlantische Oceaan en hoog terug. Ja, en gaat dat lukken, dan krijgen we te maken met koude weer. Maar ja, als we eerlijk zijn en we kijken naar die verwachting, dat zit er toch ook al een paar dagen in. Dat kon je ook vervolgen in onze reacties. Het werd daar ook al een paar keer door onze volgers aangekondigd. Ja, het gaat gewoon verzachten. Pak een beet na een week. Een week lang zitten we nog in de koudere lucht. En er kan nog wel sneeuw gaan vallen. In de Alpen, vooral aan de zuidkant, zuidoostkant, ook hier in Oberwallis. Als je achter me kijkt, dan probeert die Zuidstal weer een beetje meer grip te krijgen hier op deze Wallische Alpen. En waarschijnlijk gaat het ook nog wel weer sneeuw. En vooral aan die zuidkant kan er toch weer behoorlijk wat sneeuw vallen tot het einde van de week. Ik verwacht dat tussen de 50 en 80 centimeter. En datzelfde geldt ook voor de zuidoostkant. Gaat ook weer sneeuw vallen. En ook de noordwestelijke Balkan gaan ook sneeuw ontvangen. Geen grote hoeveelheden, maar toch, er zit nog sneeuw in de modellen. En dat geldt ook voor de noordkant. Veel minder, en er zijn gebieden waar het droog blijft, maar ook daar kan steeds weer wat sneeuw gaan vallen of sneeuwbuien. Ligt er maar net aan waar je zit, hoe die lucht tegen die bergen stout. Dus heel hopeloos met die sneeuw in die Alpen is het niet. Het blijft koud, het wordt nog kouder en zoals al gezegd, gaat het opklaren langere tijd. Boven sneeuw, weinig wind, dan wordt het knetterskoud. Ook in Nederland zit er nog steeds sneeuw in de verwachtingen voor deze week. De eerste dagen nog niet. De sneeuw van gisteravond en vannacht is eigenlijk uitgebleven. Het heeft een beetje geflopt in Limburg, als ik het goed heb. Eigenlijk niks bijzonders. Maar met name in die tweede helft van de week, dan komt er nog weer wat koudere lucht in. Er komt een storing weer in. En dan zou met name het oosten, het noordoosten, het zuidoosten en misschien tot over het midden van Nederland en ook België zou er sneeuw kunnen gaan vallen. Modellen laten dat zien. Ook daar zien we nog wel wat oneenigheid. Ja, deze week houden we dus een winters karakter sowieso in die Alpen. In Nederland is het, laten we het voorlopig nog maar even koudkwakken noemen. En vanaf het weekend moeten we dat hoogtelaag gaan vervolgen. Welke koers het precies gaat nemen. Mocht het zich gaan veranderen, mocht het toch een zuidelijke koers gaan nemen, dan zijn we natuurlijk als de kippen erbij. En ook als het zachter gaat worden, houden we dat natuurlijk allemaal voor jullie in de gaten. Goed, ik ga nog even hier genieten van het mooie winterweer, van de mooie sneeuw. Straks nog even de weerkaarten bekijken en natuurlijk updaten we regelmatig op onze sociale media en ook op de site. De site zou nu weer goed moeten lopen. We hebben een enorm hoog aantal bezoekers de afgelopen tijden gekregen, record aantal bezoekers, waardoor we de site moesten upgraden, meer bandbreedte. Dat lijkt gelukt, ik hoop dat het nu allemaal weer loopt. Goed, dat gaan we ook zien. Ik zou zeggen, blijf volgen www.alpenweerman.nl en natuurlijk op onze sociale media. Allemaal nog een hele fijne dag, blijf gezond en graag weer tot een volgende keer. Ciao vanuit Termen in Oberwallis.